Wonen in of naast het Goffertstadion, dat wordt straks mogelijk. Om in de toekomst een financieel gezonde club te kunnen blijven, wil NEC er appartementen realiseren. Die leveren namelijk huur op. NEC heeft nu 3 verschillende opties laten zien voor een nieuwe Goffert. Bij optie 1 komen er 2 woontorens van verschillende hoogte aan de noordwestzijde van het stadion. Bij optie 2 zijn de woontorens geïntegreerd in het hoofdgebouw. Bewoners en supporters zouden dan gebruik maken van dezelfde ingang. De laatste optie is een meer ingrijpende verbouwing van het stadion. Het zou dan ovaal worden en de appartementen komen erin. NEC zegt zelf geen voorkeur te hebben voor een van de 3 opties. Voordat er iets kan gebeuren, zal het stadion sowieso eerst moeten worden gekocht van de huidige eigenaar, de gemeente Nijmegen.